af. En ik doe die gevaren dingen aan, zeg maar. Maar die achter mij lette gewoon totaal niet op. En ik zag hem zo hard rijden en zo dichtbij komen. En nog steeds was hij niet aan het remmen. Dus ik denk van, oké, ik moet nu uitwijken. Maar wel op de fucking snelweg. Dus ik ga naar links. En gelukkig was er op het moment niemand. Ik wil echt heel vlak achter mijn auto. En hij gaat naar rechts. Dus wij gingen allebei zo, zeg maar, zodat we niet tegen elkaar opknalden. Maar oh mijn god, ik zit nog steeds te trillen. Ik heb het echt altijd. Ik snap echt niet waarom ik altijd dit soort shit heb gewoon. In ieder geval, ik rij nu naar Utrecht. Want ik ben even mijn vriendin aan het ophalen. Die komt vandaag even bij mij chillen. Het is vandaag best wel lekker weer, maar niet heel warm. Het is 23 graden, dus het is zeg maar best wel fris, maar toch wel lekker. En ik wil al de hele week al naar het strand. En niemand wil gewoon naar het strand. Niemand kan met mij naar het strand. En ik denk misschien ga ik vandaag gewoon naar het strand. En doe ik gewoon een jasje of een vestje eroverheen. Maar ik heb er zoveel zin in. Is dat stom? Ik heb nog nooit zeg maar zoveel zin gehad om naar het strand te gaan in Nederland. Ik heb het echt nog nooit gehad. Ik wil ook gelijk even melden hoe blij ik ben dat ik mijn camera daar neer kan leggen zonder dat ik mijn camera vasthoud tijdens het vloggen in de auto. Aan het wachten bij Centraal Station, Utrecht Centraal Station. Ik merk echt dat ik de laatste tijd hier echt zo vaak ben. Opeens gewoon echt toevallig. Want vroeger kwam ik echt zo vaak in Utrecht. Ik chillde hier echt heel veel. Want het is de eerste grote stad, zeg maar, dichtbij Overijssel. Richting de Randstad. Maar ja, daar staat hier ook. Ik heb zondag hier ook weer een meet and greet. Waar ik ook overigens zoveel zin in heb. Ik vind het ook super spannend om te doen. Dus ja. Ik ben trouwens echt zo blij met mijn lippen. Het is echt zo natuurlijk. Love it. Ik heb terras. En ik heb een gembertheetje met munt. Dankjewel. Ik heb een club sandwich besteld. Kijk hoe het eruit ziet. Niet normaal. We zitten lekker bij het strand. Lekker mijn lelijke voeten. Het is lekker warm, maar soms is er echt een windje en dan is het zo koud. Wij zijn eventjes naar het strand geweest, we hebben dan samen geluncht. We zijn naar huis gekomen, hebben wij first dates gekeken, we hebben ons doodgelachen op zo'n oud stel. Echt geweldig. En ja, het is lekker weer, dus we gaan weer naar buiten. Ik denk dat we ergens op een terrasje gaan zitten of zo. Ik heb me even omgekleed, ik heb eigenlijk zelf de outfit aan als gisteren, maar dan met dit jas eroverheen, wat best wel cool is buiten. We zijn nu bij Alexandrium. We gaan waarschijnlijk hier op terras zitten bij La Paz. En daar hebben ze maar zo'n leuk terrasje. Dus dat is echt wat we gaan doen. En we willen nog even langs de Primark. Ik wil daar ook heel graag naartoe. Want ik wil daar gewoon nog wenkbrauw wat halen. Want die is daar echt zo goed. En ik heb daarna echt heel veel andere gehaald. Maar waren allemaal niet zo goed als die van de Primark. God jongens, Cool Cat is failliet. Een tijdje geleden hadden ik en Nessie me en nog op van, hè? Kopperen mensen echt nog heel veel bij Cool Cat of zo? Want ja, het bestaat gewoon nog wel. En toen zag ik opeens dat het failliet was gegaan. Wel gek zeg maar om te zien dat Cool Cat failliet is gegaan. Want vroeger toen ik op de middelbare school zat was je echt gewoon de shit. Als je met Cool Cat spullen rondliep. En destijds kon ik het niet betalen. En ik liep echt bijna nooit in Cool Cat rond. Dus ik vond het echt heel stoer als iemand wil in Cool Cat. Ze zijn laten wachten dat ik hier uitrij. Want volgens mij wel. Nou, snel uitstap. Ik ga nu naar de Primark. We hebben even op het terras gezeten bij Laplace. Dat is wel heel erg lekker. Maar ik dacht even nog langs Primark. Want het is best wel laat, rond 5 uur. Ik ben bij de Primark geweest. Ik heb hier weer even €36 uitgegeven. Terwijl ik letterlijk één wenkbrauwpotlood wou. Maar ik heb echt heel leuke dingen gescoord. We zijn dus bij de Primark geweest. Hele gedoe. Mijn vriendin had dus een pyjama gekocht. Voor die eigenlijk €10 kost. Tenminste, op een bord stond heel groot bij de pyjama's €10. En op alle pyjama's die hetzelfde uitzagen, kostte het €10. Het kostte allemaal €10. Maar toevallig die zij heeft gepakt, en dat was de enige maat L. Alles was maat XS. Er was één maat L van hetzelfde pyjama, gewoon waar €10 allemaal zat. Kijk, ze lacht me helemaal uit omdat ik helemaal pissig was. Ze had dus al enige maat L. Komt ze bij de kassa, is het €14 in plaats van €10. Kijk, het is niet heel groot verschil, maar ik vind het gewoon raar dat een pyjama, dezelfde pyjama, gewoon in een rij, gewoon €4 duurder. €4 duurder is. Ik snap het gewoon niet. Dus ik ging, we hadden afgerekend en mijn vriendin zei van, nou ja, ik dacht dat het goedkoper was.
En ze zei, ja, ik wist zeker gewoon, er stond gewoon 10 euro erboven. Dus ik dacht, nou oké, reken maar af, dan gaan we er zelf naartoe. Want die medewerker was al naar achter gelopen om te kijken of het dus 10 euro kostte. Nou, niet dus, was gewoon 14 euro. Dus ik ging daarna naar het afrekenen, ging even kijken waar het stond. Nou, grote bord, 10 euro. En alle pyjama's hingen daaronder. Alles was daar 10 euro, maar het artikel dat zij heeft gepakt, precies hetzelfde artikel, maar gewoon een andere prijskaartje eraan, 14 euro. Dus ik zeg tegen die medewerker, nou ik vind het gewoon een beetje raar, waarom kost deze 14 euro? Ja, zegt ze, omdat het een maat L is. Nou, sorry, en toen had ik het even niet meer. Ik denk van, ben jij serieus? Omdat maat L is, ik heb het echt nog nooit gezien bij de Primark, dat een maat L duurder is dan een maat S of wat dan ook. Ik heb het nog nooit gezien. Ja, nee, het is echt maat L. Kijk maar, allemaal XS. En jij hebt maat L. Dus 14 euro. Nou, ik dacht echt van... Ik kijk echt van, ben je echt serieus bij mij? Dus ik zei tegen haar van... Nou, dat vind ik gek. Ik vind als een winkel een heel groot bord heeft met 10 euro. En alles is 10 euro. Dan moet je dat ook voor mij aanbieden voor 10 euro. En niet voor 14 euro. Kijk, het gaat maar om 4 euro, maar het gaat om het principe. Dus ik was uitgepraat met haar, want ze wou gewoon niet luisteren. Zegt ze opeens, ja, toen moest ik het accepteren van haar eigenlijk. Nou, ik ging het niet accepteren. Ik zeg, nou, dan ga ik nu naar de klantenservice, want ik ga het gewoon niet accepteren. Ik vind het gewoon een beetje dom. Ik vind ook gewoon de beredenering, vind ik gewoon dom. Omdat je dus een maat L hebt, moet je 4 euro meer betalen. Dat staat helemaal nergens op. Ja, toen ben ik naar de klantenservice, toen heb ik mijn geld teruggekregen. Eindverhaal. Bestaat er überhaupt een winkel waar je voor grote maten meer betaalt? Volgens mij wel, maar volgens mij gaat het dan echt om designer of zo, maar... Echt niet een Primark. Ik heb nu dus deze autoparfum. Het is eigenlijk een mannengeurtje. Maar ik vind deze veel lekkerder dan de rest. Ik heb zo'n bijvuldingetje gekocht. Ik wil even laten zien dus wat ik bij de Primark heb gekocht. En ik heb echt allemaal dingen gekocht. Waarvan je denkt van, oh, kan je het ook bij de Primark halen? Het heeft gewoon bijna helemaal niks met Primark te maken. En ik ging erheen voor een wenkbrauwpotlood. En ik eindigde met heel andere dingen. Kijk of het zo lukt. Ja. Ik heb dus een paar dingen bij de Primark gekocht. En ik had het eigenlijk allemaal niet nodig. Maar ik kwam het tegen. Het was goedkoop en ik heb het gekocht. Als eerst. Dat zou ik echt never nooit bij Primark halen. Maar ik was bij de kassa en ik moest dingen afrekenen. En toen zag ik dit hangen. Theedoekjes. En ik ben al mijn theedoekjes kwijt of zo. Ik kan ze gewoon niet meer vinden in de was. Dus dacht ik, oh ja, dat heb ik nodig. Dus ik heb het gekocht. Ik vind ze echt strand lelijk, de kleuren. Want ik hou alleen maar van zandkleuren in mijn keuken en in mijn badkamer. Weet ik veel wat. Maar het zijn gewoon handige dingetjes. Ik heb ze gewoon gekocht. Goeie marketing trouwens, Primark. Als tweede, slipjes. Niet bijzonders. Ook weer goede marketing, Primark. Bij de kassa toen ik aan het afrekenen was, heb ik van die cleansing wipes gekocht. Cool as a cucumber. Cucumber. Kusjes. Mwah. Ik wil deze uitproberen, want deze heb ik nog niet uitgeprobeerd. En dit is voor all skin types. Ik had een keer wel voor de gevoelige huid. Fles water, die ga ik zo opdrinken. Ik heb gekocht. Het is echt eigenlijk bijna een traditie van mij als ik naar de Primark ga. Om dit soort jurkjes te halen. En dat zijn gewoon jurkjes om mee te slapen en in huis mee rond te lopen. Het is gewoon fijn, lekker wijd. En het zit ook nog echt heel erg schattig. Ik heb vroeger altijd van die halve pyjama's aangedaan van boven. Dan had ik een andere bovenkant aan. De onderkant was ik weer kwijt of lag weer in de was. En dan zag ik er nooit uit dat ik van boven rood aan van onder groen. Maar dit helpt. Daardoor zie je er ook nog eens cute uit in huis. Ik merk dat ik het echt ook heel erg belangrijk ben gaan vinden van wat ik thuis ook zeg maar draag. Want ik wil thuis ook gewoon leuker uitzien. En dan bedoel ik niet per se met make-up en helemaal glam en weet ik veel wat. Maar ik wil gewoon ook leuke dingen dragen thuis. En ja, het is een beetje traditie geworden. Ik vond deze echt cute. Deze was 7 euro. Gewoon kopen. En deze stof is super fijn. Verder heb ik gekocht. Dat haal ik ook altijd. Deze ben ik weer allemaal kwijt. Dit is 1,50 euro. Allemaal haarclipjes. Super handig als je haar dus vast doet. Zoals je nu ziet, ik heb dus mijn haar nu vast. Maar ik heb dus van die korte plukjes hier. En dan maak ik ze vast met die haarclipjes. Maar die had ik dus niet. Maar nu wel weer. En...
heb mijn wenkbrauwpotlood eindelijk weer aangevuld, bijgevuld. Deze zijn echt de beste ever. Ik heb de Skinny Brow Pencil in de kleur Dark Brown. €2,50 per stuk. Dit zijn de beste wenkbrauwpotloden ever. Verder ben ik hier echt zo blij mee, jongens. Dit is een shower wrap. En het is eigenlijk een handdoek in de vorm van een jurk. En die doe je eigenlijk gewoon gelijk aan als je uit de douche komt. Ken je dat als je uit de douche komt en dat je gewoon jezelf zeg maar hebt afgedroogd. En dan denkt van ja, ik wil nu eigenlijk mijn haren doen, maar ik moet me ook weer omkleden. Wat zal ik aandoen, bla bla bla. Nee, je doet gewoon de ding om je lichaam heen en je gaat gewoon je haar doen. Super handig. Je had deze ook in het roze en ik was heel graag aan het twijfelen, want wit wordt gewoon snel vies. Maar roze is echt zo niet medium. Dus ik ben gewoon voor deze gegaan. Ik ben er heel erg blij mee. Dat ding kost maar €8. Ik heb maar SM. En wat ik ook heb gescoord op afdeling home. Is deze deken voor op de bank. We hebben hier altijd een deken, maar die is vrij dik. Is eigenlijk voor de winter bedoeld. Maar nu is het zomer. En ik merk gewoon, als ik 's avonds op de bank zit, dan wil ik toch wel een dekentje over me heen. Dus echt, ik kan gewoon niet zonder deken op een bank zitten. Maar deze is te dik. Dus ik denk van, deze is super handig, want het is een heel dunne deken. En hij is vrij groot. Heel mooie kleur trouwens, ik hou van deze kleur. Het is een beetje taupe-achtig. En hij was afgeprijsd €5 voor zo'n dun dekentje. Wat nu echt ideaal is voor de zomer. Ik ben ook echt benieuwd hoe hij eruit gaat zien. Dus ik ga het gewoon gelijk uitpakken. Ja, dit allemaal kostte trouwens €36. Best wel goed, hè? Dit is deken. Hij is niet echt heel erg mooi, vind ik. Het lijkt gewoon op zo'n grote theedoek eigenlijk. Mijn eigen dek is zoveel mooier. Maar goed, dit is wel echt super luchtig. Fijn, voor als je toch van een dekentje houdt in de zomer. Deze is ideaal, I think. Nou, Dina vindt hem hartstikke leuk. Is het leuk? Leuk, hè? Oh, je potje zo lekker, je potje zo lekker, je potje zo lekker, je potje zo lekker. Ik ben net thuis. Ik was namelijk bij Honey. En we hebben samen Temptation Island vips gekeken. Super leuk. Nou ja, super leuk, super spannend. Het seizoen belooft gewoon veel meer dan de vorige. De vorige ben ik gewoon na aflevering 3 gewoon meteen gestopt met kijken. Dat het echt een van mijn favoriete programma's is. Maar ik denk dat dit seizoen echt, echt, echt heel goed wordt. Ik ben heel blij dat Fabricio en Pommelien meedoen. Want ik denk dat dat heel erg spannend gaat worden. En Shanna en Kunt vind ik ook echt heel erg leuk dat ze meedoen. Maar ik weet al dat ze best wel vroeg gaan stoppen met het programma. En daar baal ik best wel van. Want ik had ze toch wel tot het einde van het programma willen zien. Heb ik elke donderdag vanaf nu iets om naar uit te kijken. En die soort programma's kijk ik altijd standaard met Honey. Want wij vinden het gewoon echt helemaal tof. Wij kijken Love Island samen. Nederlandse versie heb ik echt niet zo vaak gekeken. Maar de Engelse versie hebben we vaak gekeken. En nu Temptation Island. Echt leuk. De rest ligt Nessim al in bed. En ga ik mijn vlog gelijk afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En dan zie ik jullie morgen wel. En dan hopelijk wel even met krullen. Want dit ga ik natuurlijk niet aanhouden. Doei.